Welkom bij deze nieuwe video van Izo Mooi. Vandaag ga ik weer een Izo Mooi pakket testen. En ik ga de palmboom maken. Omdat iedereen nu in coronatijden wel naar vakantie uitkijkt. Dus daarom de palmboom. En ik heb ook dit regenboogpakket met glittertjes. Een heel goede aanrader, want er zit veel in. En het is wel mooie kleurtjes. Dus ja, ik ga beginnen. Gezet en ik ga dus dit plakken met deze kleur groen en met deze kleur bruin. Dus deze twee kleurtjes gaan het worden. Je kan ook altijd extra kleuren toevoegen. Er zitten er ook een paar op. Maar daar ga ik nu beginnen. Dus ik begin met dit open te doen. Als het me lukt. Blinkt, maar dat maakt niet echt super veel uit. Dus we gaan even alles eruit halen. Kijk, mijn vingers blinken heel hard. Zo. Maar voor de rest, dit is echt een aanrader. Ik haal even alles uit het doosje. Zo. En nu gaan we even wat knijpen en stretchen en wat je maar wilt, dat het een beetje zacht wordt. Omdat de elektriciteit is uitgevallen, sorry. En, maar ik kan wel lichtjes aandoen. Dus ja, dat maken kan helemaal geen kwaad. Dus ja. Het regent nu ook buiten, dus daarom hoor je misschien wat druppels. Maar daarom had ik het idee om nog een video op te nemen voor jullie. Omdat het wel best lang geleden is. Dan kan je dan nog wat zo doen. En je kan het ook bijvoorbeeld op een tafel op of op een grond, want ik ben nu op een grond aan het doen. Kan je ook drukken. Zo. En dan heb je bijna je palmboom. Ik ga ervoor kiezen om de randjes niet te doen. Je kan het ook wel gewoon doen, maar ik heb er vandaag geen zin in. Ik wil gewoon vandaag iets heel mooi simpel maken. Het is ook voor kleineren. Dus kijk, doe je potje goed dicht. Dan pakken we bruin of goud of wat het ook is. Ik heb hier twee bruine, maar ik twijfel welke ik ga gebruiken. Ik ga deze denk ik onderaan gebruiken en deze bovenaan. Dus ik doe deze even open. Ik heb hem open. Zo. Nu doen we hem open. En pakken we hem eruit. En gaan we even kneden. Deze is echt een heel mooie kleur, vind ik. Kijk. Die geeft ook zo'n beetje blinkend af. Oeh! Amai, die vloog even weg. Maar ik ga even er alles uit halen. Want ja, gewoon omdat dat leuk is. Ik ga toch beslissen om er iets minder uit te halen, sorry. En dan ga ik zo een beetje aansluiten. Je kan het ook in overgangen maken. Je kan het ook leuk maken met gezicht. En dat ga ik zometeen nog doen. Maar ik ga nu even dit doen. Dus jullie kunnen het meekijken. Ah ja, ik heb ook een nieuwe intro. Dus als je die leuk vindt, zet het dan even in de reacties. En zeg in de reacties wat ik nog eens moet uittesten van Izo Mooi. Welke vormpjes of hoe of wat. Zo, deze heb ik nog over. Want het puntje ga ik in een andere kleur doen. En nu doe je het terug gewoon dicht. Het puntje ga ik denk ik in deze kleur doen. Dus die ga ik even open doen.
Die was iets lastiger open te krijgen, maar ik heb hem open. Dit is een beetje goud. Dus we doen hem open en we pakken een klein beetje. Zo. Ik vind het te veel, dus ik pak zoiets. En dan gaan we zo van onder, zodat het toch een leuke overgang krijgt. En dan heb je dit palmboompje al. Ik vind het echt wel al een leuk palmboompje. Nu ga ik even drukken, zodat hij nog platter wordt. En dit is mijn palmboompje tot nu toe. En nu ga ik er een gezichtje op tekenen. Alla, opkleven. Dus ik pak hiervoor de rode, want die vind ik wel mooi. Hij is ook weer open. Ik doe hem open. En we pakken zo een klein ding. Want ik ga schattige oogjes maken. Dus ik ga zo een beetje een wasje rollen. Of zo een dun dingetje. Zoals dit. Ik hoop dat jullie het zien. En dan gaan we het er zo op kleven. Dit wordt het mondje. En je kan het wat drukken, maar dit is mijn mondje. En nu gaan we een oogje maken. Zo, en zo komt de finishing touch nog. Maar ik ben nu nog bezig met de oogjes. Zo. Zo ziet het er tot nu toe uit. Ik ben er al best trots op. Vroeger maakte ik dit ook al. Dus ik doe het echt al heel lang. En nu heb ik een YouTube kanaal, dus dat is wel tof. En je kan er nog alles aan toevoegen dat je wil. Maar je moet het ook niet te druk maken. Ah ja, je mag zelf kiezen, maar ik vind dat je het niet te druk mag maken. En zo ziet hem er tot nu toe uit. Maar ik ga de oogjes nog wat aanpassen. Dus dat ik een beetje een wave krijg. Ah ja, een beetje een hoekje, dat je toch wel ziet dat het oogjes zijn. Zo, dit is hem geworden en ik ben best blij met het resultaat. Laat jullie even in de reacties weten of jullie blij zijn, of jullie het mooi vinden. En ja, bedankt voor het kijken. Daag!